Wauw. Man, dat was een heftige afdaling door de buizen. Ik denk dat ik weet waarom alles hier zo vreemd is. Waarom dan? Nou, er is buiten een heel bizarre storm, toch? Met veel bliksem en zo. Ja? Ik denk dat de storm een elektrische storing veroorzaakt in de buizen, zodat we hier terecht zijn gekomen. In dit omgekeerde universum. Zitten we nu in een omgekeerd universum? Ja, maar praat over Brownies, praat over Brownies. Dus en daarna open je het pakje met brownie mix en dan doe je het in een kom. Ah, je doet het. In een kom. Wat is een omgekeerd universum? Het lijkt op ons universum, maar dan anders. Omgekeerd, zeg maar. De goede mensen zijn slecht en alles is bijna hetzelfde, maar omgekeerd. Wacht eens. Als wij terecht zijn gekomen in dit slechte andere universum... Ja? Zijn er nu dan ook misschien slechte versies van jou en mij terechtgekomen in ons universum? Luister, ik weet niet wie jullie zijn, maar jullie zijn niet de echte Henry en Charlotte. Jullie blijven hier zitten totdat we weten hoe we jullie terugsturen naar waar je vandaan komt. Oké, Ray. Ik speel wel mee. Wat wil je dan? Dollars? Goud? Kippenvleugels? Fascinerend. Ray! Waarmee kan ik je omkopen? Van je pizza! Nieuwe kleren! Ik krijg gewoon alles voor jou! Trots, zet de eliminator op 1.400 megawatt. Jij. Wacht, wat gaan jullie doen met haar? Ik ga haar uitschakelen, zodat we de kaartjes kunnen pakken voor het concert van de Hawkins. 3, 2, 1. Wacht! Wacht op wat? Kid Danger! Oh mijn hemel! Wat een fantastische verrassing. Ja. Luister, ik hoorde dat je kaartjes hebt voor het Hawkins concert, dus... Geef ze maar aan mij. Oh, ik zou wel willen. Maar ik heb al 3 vrienden meegevraagd naar het concert. Wauw. Wat? Je bent zo lief. Oh, wat lief dat je zegt dat ik lief ben. Oh, vind je het leuk als ik een taart voor je maak? Ja, dat zou ik eigenlijk wel. Captain Man? Oh mijn hemel, wat een fantastische verrassing. Kop dicht. Oké. Okay. Heb je de concertkaartjes al gekregen? Nee, nog niet. Ik ben er nog mee bezig. Nou, kleine meid, dan heb jij een probleem. Ja, ik begrijp het. Doe maar wat je moet doen. Nee! Laat maar gaan! Nee! Oké, jongens, ik moet er nu vandoor. Waar ga je naartoe? Naar mijn vrijwilligerswerk. Wat is er met jou aan de hand, kind? Je gedraagt je raar sinds jij en Charlotte omlaag kwamen door die buizen. Waarom? Dat kan ik je niet zeggen. Jij zegt me nu wat er aan de hand is. Of ik druk mijn vingers zo in je gezicht. Oké. Ik ben niet Henry die je kent. Wat wil je zeggen? Ik kom uit een omgekeerd universum. Net als Charlotte. En we willen gewoon terug naar huis. Dus wil alsjeblieft niet je vingers in mijn gezicht. Oké. Je zou het moeten proberen gemeente zijn. Ja. Gemeente is leuk. Ja. En het is veel beter dan... Wil je nu wegsturen? Wacht, leuk. Wacht. Voordat ik ga... Ze heeft mijn ploekje afgeknipt. Hey, niet vergeten, Ray. In iedere revolutie... Is er 1 persoon met een visie? Ik weet niet wat dat betekent. Later. Ray. Welkom thuis, jongens. Oh, doe het nu alsjeblieft. Wat? Nee.